Het filmpje waarin een volwassen man in Suriname seks heeft met een hond, heeft voor veel ophef en afschuw gezorgd. De schokkende beelden waarbij de man het beest verkracht, worden vanaf maandag op het internet gedeeld. Velen zijn er niet over te spreken dat deze afschuwelijke daad is gefilmd en op Facebook gedeeld. Volgens de voorzitter van de Stichting Dierenbescherming, Leontine Banse Issa, is dit ernstige dierenmishandeling. Je kunt je voorstellen als je eigenlijk een heel groot deel van de Surinaamse gemeenschap daar al volwaardig naar kijkt, dat je gewoon als dierenbescherming daar echt behoorlijk verontwaardigd over bent. Dat je er echt een grote afkeer van hebt. Natuurlijk is het lichaam van de hond daar niet voor gemaakt. Dus gewoon puur bekeken als dierenarts zeg je dat je die hond werkelijk mishandelt. En bovendien is het vernederend voor de hond. En last but not least, het mag niet volgens onze wetgeving. Het is zo dat eigenlijk, dus dit noemen ze sodomie. En sodomie was eigenlijk al in de oude wetgeving verboden. Dus dit mag ook al niet in de oude wetgeving. Het mag gewoon niet, het is strafbaar. De wet is aangenomen, maar met de staatsbesluiten zijn ze nog steeds bezig. Het ministerie van LVV heeft haar deel gedaan van het ontwikkelen van de staatsbesluiten. Maar het zit nog steeds eigenlijk bij de staatsraad. We hopen dat ze zo snel mogelijk werk van maken. Want de wetgeving die verwijst naar besluiten die er niet zijn, is natuurlijk moeilijk om mee te werken. Dat staat los hiervan, want dit is gewoon iets dat anyhow strafbaar is en anyhow vervolgbaar is. Banse zegt verder dat de stichting stappen onderneemt om de dader te vervolgen. We zijn nu bezig met een brief voor het Openbaar Ministerie, geeft ze aan. Dit geval daarmee te maken heeft, dit geval is echt iets dat, zoals de meeste mensen in de gemeenschap, men zeggen, dit is gewoon te ziek voor woorden. En in geen enkele gemeenschap wordt dit geaccepteerd, niet in de Surinaamse, niet in geen enkele gemeenschap. Dit is iets wat niet geaccepteerd wordt in geen enkele gemeenschap, ook niet in de Surinaamse gemeenschap. Ook mensen die een beetje hebben van, nou ja, die hond die loopt daar en het is maar een hond. Ook die mensen vinden dit niet acceptabel. En zeker niet de mensen die eigenlijk de hond en de kat en andere dieren zien als een levend wezen. Dat een eigen integriteit heeft, dat een eigen entiteit heeft en dat dus ook als zodanig gerespecteerd moet worden. Ja, die waren er natuurlijk helemaal zeker van. Tot zover Leontine Banse van de Dierenbescherming.